In het museum Klok en Peel in Asten is het eerste boekje met fietsroutes door Death Valley De Peel aangeboden aan Joost IJsbouts, voorzitter stuurgroep Innovatiehuis De Peel. In 2019 vierden we het heugelijke feit het 75-jarig bestaan van de bevrijding. Het museum Klok en Peel die heeft daarin heel veel gedaan natuurlijk, onder andere rondom het project Death Valley. Mevrouw Handjes, u heeft een projectbegeleiding van een fietsroute die is uitgezet naar aanleiding van toch de oorlogssituatie langs mooie plekjes in Zuidoost-Brabant. Ja. Als projectleider activiteiten Death Valley De Peel hadden wij als werkgroep de opdracht gekregen om te verbinden, te ondersteunen en aan te jagen. En dit gold dus voor projecten in Asten, maar ook in de andere Peelgemeenten. Doordat ik dus steeds ook bij vergaderingen zat van de diverse Peelgemeentes, kwam ik dus tot de ontdekking dat eigenlijk elke gemeente wel een fietsroute wilde zetten langs oorlogsgebeurtenis. Nou, in Asten waren wij daar al mee opgestart. Dus ik kon natuurlijk wel laten zien hoe wij het aangepakt hadden in Asten. En de Peelgemeentes waren daar heel enthousiast over, hè, want wij hadden niet alleen de verhalen opgetekend en de foto's erbij gezocht, maar wij wilden ook borden plaatsen, omdat vooral in Asten op diverse plekken niks meer te zien was van de oorlogsgebeurtenissen. Dus hebben wij de oplossing gezocht in het plaatsen van borden met een kort verhaal en een foto van de gebeurtenis van toen. Doordat ik dus ook de andere Peelgemeenten enthousiast heb kunnen maken om zich aan te sluiten bij de fietsroutes, ging het balletje aan het rollen en kwamen er steeds meer gemeenten bij die dus dat ook wel wilden voor hun gemeente. En uiteindelijk ben ik uitgekomen op 7 gemeentes en lopen onze routes door 11 gemeentes. Welkom allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Nou, ik dank dat jullie er zijn. Ik zeg niet bizarre of rare tijd, maar inspirerende tijd. Hoewel ik hoop dat de crisis niet te veel schade toebrengt aan de economie en natuurlijk het museum en jullie organisaties, hoop ik dat het stukje zorg en aandacht voor elkaar er wel in blijft. Het doet ons beseffen dat de vrijheid waarin wij leefden, en waarin we altijd al leefden, ook voor welvaart en geluk, niet altijd vanzelfsprekend is. Nou, dat brengt me bij het bijzondere en verbindende fietsboekje Fietsen door Death Valley De Peel. In dit bewaardocument worden 100 levensveranderende verhalen tot leven gebracht. En zelfs op de plek waar ze zijn gebeurd. De locatie zijn, zoals multitalent en kunstenaar Armando ze noemde, schuldig landschap. Die uitdrukking is in de jaren 70 door Armando geïntroduceerd ter aanduiding van een lieflijk of fraai ogend landschap, waar zich in het verleden niettemin vreselijke gebeurtenissen hebben voltrokken. Maar ik wil even terug naar waarom dat je mensen, de vrijwilligers van Museum Klok en Peel, waarom dat die zich de afgelopen jaren zoveel moeite hebben getroost om alle Peelgemeenten te betrekken bij het project Death Valley De Peel. Waarom bleven ze niet lekker rustig hier in het museumrestaurant zitten, keuvelen over koetjes en kalfjes, dan hadden ze het veel makkelijker gehad. Echt. Maar ja, zo zitten die mensen nou helemaal niet in elkaar van dit museum. Die zijn trots op de cultuurschat die ze hier mogen beheren. De collectie klokken van de wereld, maar ook op de omgeving waarin ze wonen, de Peel, met al zijn mysteries en verhalen. En al dat moois willen ze graag delen met zoveel mogelijk mensen. Daarom heel even terug naar 2016. In dat jaar sloot het museum Klok en Peel een periode van vernieuwingen af, hè, dus al die verbouwingen die er toen zijn geweest, met een symposium, de Peel als culturele biotoop heette dat. Doel daarvan was helder op het netvlies krijgen wat nou eigenlijk precies het eigene van de Peel is. En tegelijk werd toen Toerismepoort Klok en Peel gepresenteerd. De ambitie daarvan een actieve rol spelen in de toeristische ontwikkeling van de regio. We hoorden zojuist van Jeanette Hartjes over het ontstaan van deze route. Maar Martijn van Hoek, in Laarbeek, hoe is dit in Laarbeek ontvangen? Hoe het ontvangen is. Ja. Er zijn al verschillende mensen die meteen, toen het nog niet helemaal officieel uitgebracht was, al meteen kennis van vernomen hebben. Dus uit de kranten en dergelijke, uit de media. En er ook meteen bij mij kwamen om van we kennen het boekje en de route halen. En die zijn al meteen begonnen. Dus dat waren de eerste. Juist.
jullie hebben vanuit het Laarbeekse namens de herdenking. Dit of is dit vanuit zeg maar de horeca? Ja, ik zit ook in de werkgroep natuurlijk 4 en 5 mei. Herdenkt en viert. En daar is eigenlijk uit voortgekomen omdat ik ook bij Klok en Peel aangesloten ben. Van nou, dat we met z'n allen, met alle Peelgemeenten, een mooie fietsroute willen maken langs alle monumenten die er dus zijn. En nou, dat hebben we ook opgenomen. Daar hebben we verschillende vergaderingen in Laarbeek over gehad. Het VVV Laarbeek zou de eerste instantie opnemen. Maar dat hebben wij als horecavereniging overgenomen, omdat we al een route hadden van terras tot terras, die ook zeer gewild is bij de mensen. En die hebben we eigenlijk over elkaar heen gelegd en wat afgeweken hier en daar. En zo is er eigenlijk een beetje de ideeën en tot stand gekomen. Ja, nou is het wel zo dat er in Laarbeek diverse vliegtuigen zijn neergestort. Er zijn diverse plekken waar eigenlijk in de oorlog toch wel het een en ander is gebeurd. Is daar die fietsroute ook een beetje in rol aangebracht? Ja, dat, zoals ik net al zei, die hebben we dus inderdaad over elkaar heen gelegd. Ook heel toevallig kwam daar ook vrij vaak met elkaar al overheen, waar inderdaad alle vliegtuigen en dingen neergestort zijn. En ja, we hebben hier en daar, vooral in Mariahout, een klein beetje af moeten wijken. Maar dat is allemaal heel goed aangegeven. Dus